Nou, ik ben benieuwd, bent u een beetje duurzaam bezig? Oh jee, wat een vraag. Een beetje, ja. Ja? Dat is het juiste woord. Ja. Ik ga me er niet zo mee bezig. Nee. Ja, eigenlijk al mijn hele leven wel. Ik ga maar heel eerlijk zijn. Ik ben me er zeker bewust van. En vooral, we leren haar zoveel mogelijk. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het af en toe best wel lastig is. Ja, heel erg veel. Ik heb een elektrische auto. We hebben driedubbel glas. We hebben zonnepanelen. We hebben een eigen groentetuin. Ik vang alle regenwater op en die gebruik ik voor het toilet en dat soort dingen meer. Ik scheid altijd alle afval en ik stook heel weinig. Gewoon, ik denk wat iedereen doet, probeer zo min mogelijk auto te rijden. Een aantal dingen, dat is een automatisme geworden. Dat zit gewoon in je systeem. En voor de rest, ja, je hebt gewoon druk met je werk en dingen. En, ja. Ja. Op zich is het geen onwil, maar je moet het dan rigoureus aanpakken, vind ik. En ja, dat laat wel eens de wens over, omdat je de financiële middelen niet hebt. Ik bedoel, wij kunnen het ons permitteren ook, dus dat hangt heel erg vanaf of je het kan permitteren. Maar er zijn wel best wel veel mensen mee bezig, maar lang niet allemaal. Maar nou ja, het is inderdaad, kun je het je permitteren of niet? Zo, op EU-niveau, nationaal niveau, regionaal niveau, individueel niveau, hebben we het erover. Hè? Hebben we het over het thema klimaat en duurzaamheid. En iedereen lijkt het wel belangrijk te vinden. En toch is het zo moeilijk om ons gedrag aan te passen. In theorie zijn we het er allemaal wel mee over eens. Maar in de praktijk is het toch een stuk lastiger. En hoe kan dat nou? Zijn we nou gemakzuchtig? Vinden we het nou niet fijn om onze vrijheid in te binden? Als van bovenaf iets wordt opgelegd, dan stuit dat op weerstand. Heeft het eigenlijk überhaupt wel zin om in je uppie lekker te gaan zitten verduurzamen, terwijl mensen om je heen dat niet doen? Nou, kortom, wat, wie en op welke manier nou verandering nodig is om te verduurzamen, daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom allemaal, zowel in de zaal, de mensen in de zaal, als de mensen livestream. Hebben we ook een heleboel mensen kijken. Dit is de tweede aflevering van de Publieksacademie, georganiseerd door de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Mirjam Lomme, ik ben universitair hoofddocent bij klinische psychologie bij de RUG. En vandaag hebben we op het programma 3 sprekers. Voor de pauze hebben we 2 sprekers, 2 onderzoekers van de RUG. Dat zijn Linda Steg en Jacob Dijkstra. Die zitten al hier vooraan. Na de pauze ga ik een interview hebben met Mauri Mutsaars, beleidsmedewerker van de gemeente Groningen. En tenslotte zal ik Linda en Jacob ook op het podium uitnodigen. Gaan we ze allen een discussie aan en is er ook volop gelegenheid tot vragen. Onthoud dat ook na de individuele praatjes is er een kort moment waarbij we vragen van het publiek of vanuit de livestream, hè, die op de chat worden gesteld, kunnen die behandelen. Dus houd dat in gedachten. Dan is het tijd om onze eerste gast van vanavond te verwelkomen. Dat is omgevingspsycholoog en hoogleraar Linda Steg. Linda doet onderzoek naar milieugedrag. Ze is ook mede-auteur van het IPCC klimaatrapport. En vandaag vertelt Linda over waarom individuele duurzame acties wel zin hebben. Linda, aan jou de floor. Ja, dank. Ja, dank jullie wel. Zien jullie niet goed, maar dat geeft niet. Dank. Ik zal iets vertellen over wat mensen motiveert of niet motiveert om duurzaam gedrag te vertonen. Ja, voordat ik begin, waarom hebben we het hier over? Nou, dit nieuwsbericht kwam uit toen het tweede rapport van het IPCC uitkwam. Dat ging over klimaatverandering en de impact op ons. Het meest recente rapport is een maand geleden of zo uitgekomen. Iets langer al, denk ik. Dat ging over hoe je klimaatverandering kunt tegengaan. Maar wat
dat in beide persconferenties van de IPCC werden dit soort uitspraken gedaan. Er is echt urgent nu actie nodig, willen we nog klimaatverandering tegengaan. Nou, mijn vraag aan jullie, denken jullie dat mensen hiervan doordrongen zijn? Denken mensen dat klimaatverandering bestaat? En denken ze dat het iets te maken heeft met wat wij doen? Nou, ik ga zo voor beide vragen uitkomsten laten zien van een onderzoek dat is inmiddels al 4-5 jaar geleden uitgevoerd onder hele grote representatieve steekproeven in verschillende Europese landen, 27 in totaal. Twee vragen. De eerste vraag, denkt u dat klimaatverandering bestaat? En ik wil graag van jullie weten, hoeveel procent van deze hele grote steekproef zegt nee, bestaat niet? Roept u maar. 25. 10, 5. 20. 50. 30. Oh, jullie zijn vrij bescheiden. Meestal krijg ik een percentage van 50-60%. En hoeveel procent denkt dat het niks met ons gedrag te maken heeft? 60. 20. Jullie overschatten het allemaal nog. Dus maar 2% van deze hele grote steekproef die zegt klimaatverandering bestaat niet. Het varieert een beetje tussen landen. In landen als Polen was het iets van 8%. Dat was het hoogste percentage. Ook als je vergelijkbaar onderzoek in Amerika ziet, is 8% ongeveer die echt klimaatverandering ontkent. En dat zijn de meest klimaatskeptische landen die we kennen. Maar gemiddeld genomen, dus slechts 2%. En gemiddeld genomen, ook van de mensen die erin geloven, zegt 2% slechts, het heeft niks met ons gedrag te maken. Dus het punt is niet dat mensen niet geloven dat klimaatverandering bestaat of dat het door ons gedrag wordt veroorzaakt. Dat is niet wat mensen ervan weerhoudt. Meestal overschatten mensen deze percentages heel erg. Nou, dat kan sowieso iets heel simpel statistisch zijn. We hebben moeite met kleine getallen inschatten. Maar mijn verwachting is dat het ook te maken heeft met het feit dat we in de media heel veel horen over klimaatontkenners. Die krijgen heel veel aandacht in de media. Het principe van hoor, wederhoor. Alle standpunten moeten gehoord worden. En daardoor kun je de indruk hebben dat dat percentage veel hoger is. En bovendien roeren tegenstanders zich meer, dus die zijn veel luider in het debat aanwezig, waardoor je ook een indruk kan krijgen dat het een hele grote groep is. Nou, dan wat we net al in de introductie hoorden, heeft het wel zin wat wij iets doen? Kunnen wij bijdragen aan klimaatverandering? Wij kunnen heel veel dingen doen. Hier zie je een aantal foto's van dingen die wij als consument en burger kunnen doen om te helpen klimaatverandering tegen te gaan. We kunnen meer duurzame energiebronnen gebruiken of zelf opwekken. We kunnen meer recyclen, energiezuinige producten kopen. Minder dierlijke producten eten, zoals vlees en zuivel. Het dragen ook substantieel bij aan klimaatverandering. Nou, ons dagelijks gedrag veranderen, dus de was bijvoorbeeld buiten drogen in plaats van in de wasdroger. Duurzaam vervoer, dus elektrische auto in plaats van de gewone auto. Meer openbaar vervoer of zelfs wandelen en fietsen in plaats van vliegen en met de auto. Maar ook politiek gedrag helpt. Als wij allemaal massaal op groene partijen stemmen of protesteren, zoals er recentelijk allerlei klimaatmarsen, kan politici er ook toe brengen om meer wetgeving, om meer beleid in te voeren die klimaatvriendelijk gedrag in de hand werken. Dus we kunnen heel veel verschillende dingen doen. In het recente IPCC-rapport is een heel hoofdstuk over het gedrag van consumenten opgenomen. En daar is een inschatting gemaakt dat wij met z'n allen 40-70% extra reductie van broeikasgassen kunnen realiseren. Dat wil niet zeggen dat wij het nu acuut kunnen doen, maar er moeten ook systeemveranderingen plaatsvinden. Daar kom ik straks op terug. Maar met gedragsverandering alleen kun je dus nog substantiële besparingen realiseren als we dat allemaal op alle plekken in de wereld gaan doen. En zelfs op een manier dat mensen in arme landen ook nog een beetje extra kunnen consumeren, want die kunnen heel veel dingen nog niet eens doen die bijdragen aan klimaatverandering. We kunnen dus heel veel verschillende dingen doen. En wat wij in onze groep doen is ook kijken, wat motiveert mensen nu om in al dit soort type gedrag te gaan vertonen?
Dus niet alleen maar recyclen, maar op alle fronten proberen zo duurzaam mogelijk te handelen. Nou, een van de belangrijke factoren die daar een rol speelt zijn waarden. En wij definiëren waarden als algemene doelen die mensen nastreven in hun leven. Dus wat je in het algemeen belangrijk vindt. En 4 typen waarden zijn heel belangrijk voor duurzaam gedrag. 2 maken mensen heel erg gericht op hun eigen belang. En dat zijn eerst hedonische waarden. We willen een plezierig leven. We willen gemak, comfort, plezier hebben in ons leven. Dus lekker op een verre vliegvakantie is hartstikke leuk. En egoïstische waarden betekent dat we ook onze hulpbronnen willen beschermen of versterken. Bijvoorbeeld geld besparen of onze status verhogen. En heel vaak zie je dat deze 2 mensen die heel sterk egoïstische en hedonische waarden hebben, zijn minder geneigd duurzaam gedrag te vertonen, omdat het heel vaak extra tijd, geld of moeite kost. Niet altijd, maar dat is wel vaak zo. Maar bijvoorbeeld op een fraaie zonnige dag is fietsen hartstikke leuk. Het is meestal wel fijner dan in de auto rijden. En als je energie bespaart in je huis, bespaar je ook geld. Maar biologische producten zijn vaak duurder. En als het regent, dan vinden mensen het toch meestal wel fijner om in de auto te gaan dan op de fiets. Dus in het algemeen sterke hedonische, egoïstische waarden zijn een barrière voor duurzaam gedrag. Er zijn ook 2 typen waarden die mensen gericht laten zijn op het algemeen belang. Dus eerst altruïstische waarden. We vinden het belangrijk dat andere mensen een goed leven hebben. Niet alleen onze naaste familie of gezin, maar ook breed in de maatschappij, in de wereld. En biosferische waarden betekent dat mensen het ook belangrijk vinden om de kwaliteit van natuur en milieu te beschermen. En mensen met sterke altruïstische en biosferische waarden zijn meestal meer geneigd om duurzaam gedrag te vertonen, omdat dat bijdraagt aan een beter milieu en aan betere kwaliteit van leven voor huidige generaties, mensen in andere delen van de wereld, maar ook vooral voor toekomstige generaties. Nou, wat wordt over in hetzelfde Europese onderzoek wat ik laatst vertelde, hebben mensen ook gevraagd hoe belangrijk zijn deze waarden voor u als leidraad in uw leven. En wat je hier ziet is eigenlijk dat heel veel mensen over het algemeen heel sterke biosferische en altruïstische waarden hebben. Ze vinden het dus belangrijk dat andere mensen ook een goed leven hebben en dat de kwaliteit van natuur en milieu wordt beschermd. Egoïstische waarden worden in het algemeen juist veel minder sterk onderschreven. Dus er is een heel duidelijke motivationele basis voor duurzaam gedrag. En ik krijg heel vaak de vraag van, ja, maar dat zeggen mensen, maar dat is lekker makkelijk, want iedereen wil zich mooi voordoen, maar ze doen het niet echt. Maar wat we dus vinden is dat mensen met sterke altruïstische en biosferische waarden ook daadwerkelijk meer duurzaam gedrag vertonen. Over het algemeen, heeft Thijs Bouwman laatst gevonden, onderschatten mensen de mate waarin anderen dit belangrijk vinden. Dus ze denken dat andere mensen meer egoïstisch en hedonisch zijn georiënteerd, terwijl ze zelf meer altruïstisch en biosferisch zijn georiënteerd. En dat kan een barrière zijn voor duurzaam gedrag, want dan kun je denken, ja, dan kan ik wel wat doen, maar al die anderen zullen niks doen en dan heeft het geen enkele zin. Dus het is ook belangrijk om te communiceren dat heel veel mensen dit belangrijk vinden. Dus heel veel mensen geven om het milieu, heel veel mensen maken zich zorgen over klimaatverandering. Dus de motivatie om het te doen is er wel. Nou, natuurlijk niet bij iedereen. Het verschilt. Dus sommige mensen hebben deze waarden heel sterk, anderen in minder sterke mate. Er zijn ook allerlei andere manieren om de minder gemotiveerden tot duurzaam gedrag te motiveren. Ik zal een paar bespreken. Milieuidentiteit, dat definiëren we als de mate waarin je jezelf ziet als iemand die duurzaam handelt. En mensen met sterke biosferische waarden zien zichzelf meer als een duurzaam persoon en zijn ook meer geneigd om dat gedrag dan te vertonen, want we willen graag consistent zijn. We willen handelen in overeenstemming met hoe we onszelf zien. Dat is gewoon een heel basis psychologisch principe. Maar die milieuidentiteit hangt niet alleen af van je waarden, maar ook van je eigen eerdere gedrag. Zelfperceptietheorie veronderstelt dat ook. Dus als je terugdenkt en denkt, oh, ik heb best vaak duurzaam gedrag vertoond, of je realiseert je, ik heb alweer een duurzaam iets gedaan, dan ga je ook een sterkere milieuidentiteit krijgen en meer duurzaam gedrag vertonen.
omgekeerde ook. Als je je realiseert dat je veel dingen niet doet, denk je, oh, blijkbaar ben ik iemand die dat niet zo belangrijk vindt en ben je minder geneigd duurzaam gedrag te vertonen. En dat laatste gebeurde heel vaak in overheidscampagnes. Postbus I-51 campagnes waren heel vaak de nadruk op de dingen die we allemaal niet deden, om mensen maar te motiveren om meer te doen. En vanuit dit onderzoek van Ellen van der Werp zou je denken, nee, je moet juist het positieve benadrukken. En dat is ook daadwerkelijk gedaan. Vorig jaar was er een campagne, Iedereen doet wat, gebaseerd op de inzichten uit dit onderzoek, want Ellen was betrokken bij het advisering van het ministerie over deze campagne. Helaas hebben ze de campagne niet geëvalueerd, zoals wel vaker het geval is, dus we weten niet of het echt heeft gewerkt. Er zou veel meer moeten gebeuren, maar benadrukken wat allemaal goed gaat is dus ook belangrijk. Een tweede wat belangrijk is, is wat mensen in jouw omgeving doen. En ik geef twee voorbeelden ervan. Eentje, dat sluit aan bij waar Jacob het straks meer over gaat hebben. Duurzame lokale energieinitiatieven. Een van onze promovendi heeft gekeken. Heeft het zin dat mensen daar lid van worden? Motiveert hen dat om meer duurzaam gedrag te vertonen? Want je kunt ook zeggen, ja, wie worden lid van zo'n vereniging? De groene mensen, ja, die deden het sowieso al. Dus wat, ja, je bent aan het preken voor eigen parochie. Het heeft totaal geen meerwaarde. Dat zou je als scepticus kunnen denken. En dat zou ook heel reëel zijn. Wat hij vond, is dat mensen die actief zijn, zich betrokken voelen bij zo'n duurzaam milieu-initiatief, dat die meer duurzaam gedrag gaan vertonen, ook als je controleert voor hun eigen motivatie. Dus deelnemen en betrokken zijn bij zo'n initiatief geeft je extra motivatie om iets te doen. Je doet meer dan wat je zou doen op basis van je individuele motivatie alleen. En het interessante daarbij is, hij heeft ook gekeken, wat motiveert mensen dan om deel te nemen aan zo'n initiatief, om betrokken te zijn? Is dat geld? Is dat milieu? Of wil iets goeds doen voor het milieu? Of is het, ik wil ook andere mensen ontmoeten? Nou, als je mensen vraagt, zeggen ze, ik doe het vanwege omdat ik geld wil besparen en omdat ik het milieu een goed hart toedraag. Maar andere mensen ontmoeten, dat doet er niet zoveel toe. Maar wat hij vond, als je kijkt wat voorspelt nou dat mensen echt betrokken raken, dan zijn het vooral milieuoverwegingen en die sociale overwegingen. Dus mensen worden betrokken omdat ze het leuk vinden om hun buurt, mensen in de buurt beter te leren kennen, om daar vaker mee om te gaan. En dat betekent dus dat je mensen binnenhaalt met het haakje, oh leuk, met z'n allen gezellig leuke dingen doen, maar vervolgens hen motiveert om meer duurzaam gedrag te vertonen. Dus je kunt, dit is een manier om de minder gemotiveerden toch te motiveren. Ander type groep wat belangrijk is, is een organisatie. Heel veel organisaties profileren zich nu als een duurzaam bedrijf. Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk. Hebben allemaal beleid ingevoerd om dat te realiseren. En de vraag is, motiveert dat mensen in het bedrijf om meer duurzaam gedrag te vertonen? Nou, dat blijkt het geval te zijn. Allereerst vinden we ook duurzaam gedrag op het werk, dat mensen met sterke biosferische waarden dat meer doen. Dus die waarden beïnvloeden inderdaad niet alleen jouw gedrag thuis, maar ook breder op het werk ook. We vinden ook dat als mensen denken dat hun bedrijf duurzaamheid belangrijk vindt, of als we dat manipuleren in een experiment, dat ze dan meer duurzaam gedrag vertonen. En dat is niet alleen maar duurzaam omgaan met verlichting of verwarming of je computer, maar ook als je mensen in hypothetische situaties beslissingen laat maken over bepaalde investeringen doen, ga je dan vooral letten op duurzaamheid of op geld besparen. Mensen die in denken dat hun bedrijf duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, zijn meer geneigd duurzaam te handelen. En het interessante is dat dit vooral geldt voor mensen die zelf niet zo sterke biosferische waarden hebben. Dus opnieuw, het duurzaam profiel van een bedrijf, dat hij dat heel duidelijk al in zijn missie heeft, maar ook implementeert in beleid, kan de minder gemotiveerden motiveren om meer duurzaam gedrag te vertonen. Nou, we hebben recent nog gekeken via welke route gaat het dan. Is dat vooral
Omdat je denkt, nou ja, mijn bedrijf vindt het belangrijk, mijn baas vindt het belangrijk, mijn leidinggevende waarschijnlijk ook. Dus laat ik het maar doen, want dan krijg ik een beloning. Of anders krijg ik straf, sociale uitsluiting is te sterk. Maar dat wordt niet gewaardeerd in het bedrijf. Dus is het vooral via sociale normen. Of is het omdat ze denken, oh, mijn bedrijf vindt het belangrijk, ik ben deel van het bedrijf. Ik identificeer me daar heel sterk mee, dus vind ik het ook belangrijk en ga ik het vervolgens doen. En we vinden de meeste evidentie voor de laatste route. Dus dat betekent dat mensen de doelen van hun bedrijf internaliseren en vervolgens daarna handelen. En dat betekent dat dit wel een duurzame strategie kan zijn om gedrag duurzaam te veranderen. Omdat als je eigen doel internaliseert, zul je het ook doen als niemand kijkt. Wel, als je het alleen maar doet omdat je denkt dat je daar sociale beloning of straf voor krijgt, dan doe je het alleen als het opgemerkt wordt. Nou, tot slot, en dat zagen jullie ook heel duidelijk terug in het filmpje. En ik zei dat in het begin al, toen ik zei dat IPCC 40-70% emissiereductie kunt bereiken door gedragsverandering. Dat kan niet door de verantwoordelijkheid puur bij de consument te leggen. Dat betekent ook dat de systemen waarin wij nu functioneren, dat die moeten veranderen. Zodat duurzaam gedrag beter mogelijk wordt of meer aantrekkelijk wordt. Of überhaupt mogelijk wordt. Dus je moet ook de context in waar keuzes worden gemaakt veranderen. En die context die kan worden veranderd door beslissingen van andere actoren, van bedrijven die kunnen duurzame producten op de markt brengen, van tegen een redelijke prijs, van overheden die kunnen subsidies geven, kunnen nieuwe wetten implementeren, waardoor duurzaam gedrag beter mogelijk wordt gemaakt en aantrekkelijker wordt gemaakt. Nou, hier heb je een aantal voorbeelden. Goede openbaar vervoerinfrastructuur of fietsinfrastructuur gaan mensen meer duurzaam verplaatsen. Zonder laadpalen heeft een elektrische auto niet zoveel zin. Nou, wetgeving is natuurlijk, het spreekt voor zich, en subsidies. En als je mensen minder dierlijke producten wilt laten eten, moeten ze wel weten hoe ze dan een lekkere en gezonde maaltijd kunnen bereiden. Dus we moeten recepten geven over hun laten zien hoe dat werkt. Kortom, samenvatten, er zijn verschillende motieven die invloed hebben op het klimaatgedrag. Met wat een belangrijke bron is, die heel vaak is waar weinig rekening mee wordt gehouden in beleid, is dat mensen ook intrinsiek gemotiveerd zijn om duurzaam gedrag te vertonen. Ze vinden het belangrijk om dat te doen. En naarmate mensen meer duurzaam gedrag vertonen, geeft dat hen ook een goed gevoel. Dus mensen, dat vinden we in verschillende onderzoeken. Als mensen meer duurzaam gedrag vertonen, geeft hen dat een goed gevoel. En als je het rekening mee houdt dat je een positief gevoel krijgt door duurzaam gedrag te vertonen, zul je dat ook eerder doen. Dus die geanticipeerde emoties noemen we dat, die beïnvloeden ook de keuzes die we maken. Nou, en verder moet je zorgen dat de context ook het duurzaam gedrag mogelijk maakt en ondersteunt. Ik doe dit onderzoek niet alleen. Ik eindig altijd met een slide met foto's van mensen uit de groep. Ik had het allemaal niet kunnen vertellen zonder een heel interessant en fanatiek en geïnspirerend team. Dit zijn de mensen die nu in onze groep zitten. Dank jullie wel. Super. Dank je wel, Linda. Heel mooi verhaal met duidelijke implicaties voor waar we op welke niveaus we moeten ingrijpen. We hebben dus even tijd voor een paar vragen. Zeg, korte vragen. Dus zijn er hier mensen in de zaal die een vraag hebben voor Linda? Dit is jullie kans. Ja, ik zie hier een vinger. Kan er een microfoon naartoe? Okay. Kijk, er komt iemand naar je toe redden. Dit is een... Hier zo vooraan. Goed is. Deze een vang. Oh, kijk nou, goed vangen. Je moet ook nog vangen. Okay. Yes, ja. Ik vroeg me af, als er eigenlijk maar een relatief kleine groep is die niet gelooft in klimaatverandering en daar dus ook niet echt iets aan wil doen. Ik vroeg me, waarom reageren mensen soms met zoveel weerzin of waarom voelen mensen zich soms zo aangevallen als je vertelt dat je geen vlees eet of dat je het klimaat belangrijk vindt of als de politiek het over bepaalde maatregelen heeft? Waar komt die woede soms vandaan?
Ja, een van de, dank voor de vraag. Mooie vraag. Een van de dingen is dat mensen zich bedreigd kunnen voelen, omdat ze denken dat, dat zij ook dat zouden moeten doen, terwijl ze dat liever niet willen. En dan kun je maar beter boos worden op degene die, die dat van jou verwacht. Hè? Dus dat kan een van de redenen zijn. En de andere, wat wilde ik nog meer zeggen? Oh, sorry, ik ben me even kwijt. Nee, maar dat is denk ik wel een belangrijke reden. En verder wordt er natuurlijk ook in de media heel veel mensen aan het woord gelaten die jou, nou ja, opruien is misschien een beetje te sterk gezegd, maar die wel het idee geven dat, het, dat je daar best wel heel hard en fel op van leer mag trekken. En wat we verder vinden, dat als mensen heel sterk emotioneel reageren op iets, is het meestal omdat een van hun waarden heel erg, of meerdere waarden, worden bedreigd. Dus dat ze het gevoel hebben dat dingen die belangrijk zijn voor hen worden bedreigd. En dan komen ze met allerlei andere argumenten om hun keuze te rechtvaardigen. En dus dan is het belangrijk om te kijken, waar zit de angel? Het wil niet zeggen dat mensen altijd tegen iets zijn, maar tegen een bepaalde, ja, hoe jij de oplossing hebt vormgegeven bijvoorbeeld. Ja, geeft dat antwoord op de vraag? Ja, nee, zeker. Super. Kijk, mag je even, mag je de microfoon pakken? Ja. Dan kan iedereen u horen. Ja? Dan komt hij aangerold. Ik vroeg me af of zo'n reactie ook uit schuldgevoel kan komen. Dat je eigenlijk heel belangrijk vindt, maar ook vindt dat je niet genoeg doet. En als iemand, ja, anders dan wel. Ja, dat kan. Ja. En dan ga je terecht praten en wil je jezelf weer een positief gevoel geven. Maar schuldgevoel kan ook een belangrijke motivatie zijn om wel duurzaam gedrag te vertonen. Hè? Vliegzaamte is, ja, dat is gebaseerd. Ik voel me schuldig als ik veel ga vliegen. En dat blijkt te leiden tot minder vlieggedrag. Maar daar vinden we ook, heeft een van mijn promovendi gevonden, is dat het gevoel dat je het gevoel van trots om als je besluit niet te vliegen, dat is een sterke motivatie dan het gevoel van schuld als je wel gaat vliegen. Dus een positieve emotie is een belangrijke drijfveer dan een negatieve. Gaan we nog één hele korte vraag. Ik zag daar al een vinger. Sorry, er zijn meer vragen. Straks op het einde hebben we ook nog tijd. Dus hou dat vast. Ik ben toch benieuwd dat er zoveel mensen het heel belangrijk vinden. En toch heb ik het idee, maar misschien is het mijn idee, dat het toch weinig mensen dan veel doen. Dus juist met vliegen, dat iedereen vindt het belangrijk en toch gaat iedereen vliegen. Ja, vliegen is een mooi voorbeeld. Dat gebeurt weer massaal. Maar tegelijkertijd zijn de treinen ook overvol. Je kunt geen nachttreinen, de nachttreinen zijn weer meer gaan rijden. Die zijn voor lange tijd volgeboekt. Ik heb het geprobeerd een paar keer. Dan moet je toch overdag treinen. Hè, maar er zijn ook, ik ken ook heel veel mensen, gewoon in het wetenschappelijk veld, die daar heel erg mee bezig zijn. Ja, het kan komen dat ik in mijn eigen bubbel zit natuurlijk. Maar wat daar ook een rol speelt, ik ben er laatst op gaan letten. Als je nu kijkt hoeveel advertenties er bijvoorbeeld in de krant staan voor verre exotische reizen, dat zijn ook prikkels die mensen de hele tijd krijgen. Die duwen ze juist de andere kant op. Dus je moet ook kijken van, wat zijn nu de barrières die mensen zien? En welke factoren stimuleren ze mensen nu nog steeds om juist andere keuzes te maken? Nou, het is complex en blijft interessant. We kunnen er nog lang over doorpraten, maar we zijn klaar voor het volgende filmpje en de volgende presentatie dadelijk. Dus veel kijkplezier. Waarom doet u dat? Nou ja, omdat het op het ogenblik de gat op nodig is voor het milieu, voor de wereld, dat we blijven bestaan. Nou, het scheelt in het portemonnee. Dat is zo, ja. Nou ja, en werkt allemaal een beetje mee, hè, aan het klimaat. Dat heb je met de oudere generatie, hè? Die is onderhand een beetje opgevoed met de broekriem aanhalen en zuinig zijn met het milieu. Ja. Hier in Groningen heb je nou niet per se, je hebt de mogelijkheid wel, maar het wordt je niet makkelijk gemaakt. Bijvoorbeeld afval scheiden, het is hier gewoon een ondergrondse, dus je hebt een pasje. En dan ben je wel snel van het gemak, vooral met een jong gezin, ben je best wel van het snelle. Ja, en dan voel ik me wel eens schuldig. Ik denk, ja, shit, ik doe het niet zoals het eigenlijk zou moeten. Ja, en onze tweede gast van vandaag is Jacob Dijkstra, socioloog. En Jacob is een expert op het gebied van speltheorie en sociale netwerken. En vandaag gaat hij ons vertellen
hoe je nou ervoor kunt zorgen dat duurzame initiatieven niet alleen binnen je eigen bubbel, maar ook buiten je eigen bubbel gaan werken. Dankjewel. Mag je beginnen? Dankjewel. Super. Ja, ik wil het met jullie hebben over lokale energieinitiatieven. Wie initieert die initiatieven en wie doen er aan mee? En met name ook over wat de rol van sociale netwerken, van sociale relaties die we met elkaar hebben, zou kunnen spelen in de verspreiding van zo'n initiatief binnen de gemeenschap waarin zo'n initiatief is opgezet. Enfin, Linda heeft al een heel angstaanjagend plaatje laten zien. Het praatje was niet angstaanjagend, maar het plaatje wel. Dit is iets minder, maar u zult dit soort figuren toch ook wel gezien hebben in de krant. Op de horizontale as ziet u jaartallen, heel toevallig staat vandaag er ook bij. Van 1950 tot 2100, het jaar 2100. En op de verticale as, dus van beneden naar boven, ziet u temperaturen boven de, wat we dan noemen, pre-industriële gemiddelde temperatuur. En dan ziet u daar ook een horizontale band. Dat zijn de afspraken die we in Parijs gemaakt hebben, dat we de opwarming van de aarde zouden beperken tot, nou ja, maximaal 2, liefst 1,5 graad Celsius. En nou, we hoeven dat allemaal niet precies te begrijpen. We zien aan het plaatje direct al dat ons dat alleen gaat lukken als we de emissies, de uitstoot, enorm weten te reduceren. Alleen bij lage of heel lage emissies, dan lukt ons dat. Nou, veel mensen zien dit soort plaatjes natuurlijk bij allemaal in de media. En veel mensen maken zich er ook zorgen over. En zijn er ook van overtuigd. Dat heeft Linda net aan ons uitgelegd. En ja, wat ga je dan doen? Er zijn mensen die zeggen, en dat zijn er misschien niet zoveel, maar die zeggen er is niks meer aan te doen. Er zijn een paar ontkenners die zeggen het bestaat niet of het komt niet van de mens. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen ja, dit bestaat, het komt van de mens en we moeten hier iets aan doen. En wat doe je dan? Je kunt individueel actie ondernemen en dat kan ook effectief zijn, heeft Linda uitgelegd. Maar je kunt ook bijvoorbeeld iets verwachten van overheden of van het grote bedrijfsleven. Het is ook politiek wel politiserend en polariserend. Van wie moet hier eigenlijk wat aan doen? Moeten wij als burgers dit doen? Er zijn ook mensen die zeggen overheid moet ingrijpen. Maar er zijn ook mensen die zeggen nee, we moeten samen in onze gemeenschap, in ons dorp, in onze wijk, in onze buurt, moeten we actie ondernemen, collectieve actie opzetten. Een lokaal energieinitiatief opzetten. En over die initiatieven wil ik het met u hebben. En wat doen die initiatieven? Dat zijn collectieven die bijvoorbeeld zich richten op bewustwording bij andere mensen in hun buurt of in hun dorp. Of die advies geven over hoe je energie kunt besparen of misschien duurzamer kunt leven. Die ondersteunen bij het nemen van individuele energiemaatregelen, bijvoorbeeld energiecoaches of die collectieve inkoop organiseren. Maar ook heel veel initiatieven die gezamenlijk, collectief, lokaal duurzame energie opwekken. Zonne-energie, windturbines, aardwarmte, zonnewarmte in een lokaal warmtenet, etc. Dat soort projecten moeten we dan aan denken. Dat is dus bottom-up, dat is Engels, dat betekent van onderop, in plaats van top-down. En hier ziet u zo'n groep mensen, dat zijn echte mensen, en die zijn heel blij dat ze dus lokaal een zonneweide hebben weten te realiseren zelf. Je kunt het op allerlei manieren doen, dat zie je hier. En in 2021, dat is de stand van vandaag, waren er 676 energiecoöperaties in Nederland. En daarvan zijn 112.000 Nederlanders ongeveer lid. En in 84% van de gemeenten is tenminste één zo'n initiatief actief. En dat staat allemaal in de lokale energiemonitor bijvoorbeeld, van hier opgewekt en het RWO. Kan ik u van harte aanraden om dat dus na te slaan. Echt, leer je ontzettend veel van. Nou, ik ga zo een onderzoek presenteren dat we hebben gedaan aan een aantal gemeenschappen die een specifiek doel hadden geformuleerd. Namelijk een doel, binnen 10 jaar willen wij energie neutraal zijn. Dat wil zeggen, wij willen het equivalent van alle energie die wij consumeren, willen wij zelf lokaal duurzaam opwekken. Directe levering, dat gebeurt nog niet zoveel. Dus het equivalent van wat wij consumeren. En ze worden daarbij begeleid door een stichting Samen Energie Neutraal, waar ook mensen van de RUG actief in zijn. Goed,
Dan heb je zo'n lokaal energieinitiatief. En er zijn mensen die hebben dat opgericht. Dat zijn die gekleurde poppetjes onder dat spandoek. En die willen dan dat andere mensen meedoen en aanhaken bij dat initiatief. En lukt dat nou? Nou, wat blijkt uit onderzoek, ook dat van ons en ook dat van anderen. Die initiatiefnemers, die hebben eigenlijk een heel specifiek, ja, sociaal-demografisch profiel. Het zijn vaak hoger opgeleide mensen. Ze zijn niet zelden ouder, dikwijls gepensioneerd. Ze zijn extreem gemotiveerd. Dat zijn ook niet zelden relatieve nieuwkomers in de gemeenschappen waarin ze actief zijn. Ze hebben de tijd om dit soort initiatieven te ondernemen. Dikwijls een goed inkomen en best veel vermogen. Dus het is een heel typische gemotiveerde groep die misschien wel niet zoveel afwijkt van de mensen die nu tegenover mij in de zaal zitten. En ze zijn dus misschien ook niet heel representatief voor de rest van hun gemeenschap waarin ze actief zijn. En de vraag is dan, hoe lukt het ze, hoe zou het ze kunnen lukken om de rest van de gemeenschap, andere groepen, te motiveren? Nou, als ze dan nieuwe mensen gaan zoeken die bijvoorbeeld lid kunnen worden van werkgroepen van het initiatief, een werkgroep opwekking, een werkgroep besparing, een werkgroep subsidies, een werkgroep communicatie. Wat gaan ze dan doen? Dan zoeken ze in hun eigen sociaal netwerk, mensen die ze al kennen, zoeken ze naar mensen met de juiste expertise. Iemand die veel weet van websites maken, iemand die veel weet van subsidieregelingen, een jurist, een technicus, et cetera. Die heb je hier ook nodig, dat hoor je gelijk. Nou, en dat is eigenlijk heel begrijpelijk, want de omgeving waarin die initiatieven opereren is ontzettend complex. Technologisch, juridisch, planologisch, politiek, financieel-economisch, ontzettend ingewikkelde materie is het. Dus je gaat op zoek naar mensen die daar wat van weten. Maar uit onderzoek blijkt, of onderzoek suggereert, en ik ben natuurlijk voorzichtig opgevoed als wetenschapper, dat die expertise die ze zelf in huis hebben helemaal niet zo doorslaggevend is voor het succes van die initiatieven. Want je moet vooral externe expertise zoeken. Maar het gevaar wat nu dreigt, dat voelt u al aankomen, dat is dat die mensen andere mensen werven om aan te haken die al heel erg op hen lijken, die ze van tevoren al kenden, die misschien ook op een andere manier al wel actief zouden zijn geworden, zodat je misschien hoofdzakelijk allemaal duurzaam gedrag kanaliseert in plaats van nieuw gedrag genereert. Hoewel Linda ook net op onderzoek van Daniel en haarzelf heeft gewezen, dat laat zien dat dat ook nog extra inspanning teweeg brengt, het aansluiten bij zo'n initiatief. Je zou ook kunnen zeggen, zo'n initiatief dat zich beperkt tot een bepaalde demografische groep in de gemeenschap, hoeveel draagvlak creëert zo'n initiatief bij anderen? En draagvlak kan heel belangrijk zijn als er bijvoorbeeld opwekkingsprojecten worden gestart met grote planologische gevolgen. Een zonneweide is niet niks, een windturbine is niet niks. Daar kan zeker lokaal weerstand tegen ontstaan. En als andere mensen zich niet meegenomen voelen, niet aan boord zijn, kan dat een probleem worden. Dus wat wij wilden doen, wat we willen doen, we doen het nog steeds, dat is onderzoeken hoe zijn die lokale initiatiefnemers ingebed in de sociale structuur van hun gemeenschap. En heeft dat iets te maken met de bereidheid van anderen in die gemeenschap om deel te nemen? Nou, we hebben een beetje sociologie voor nodig. We houden het kort. Een aantal punten. Sociale netwerken, daar ziet u allemaal rondjes. Dat zijn gewoon mensen. Die heb ik genummerd. Dat is in het echt natuurlijk niet zo. En die hebben relaties met elkaar. En wat weten we nu uit sociaal netwerkonderzoek? Sociale netwerken zijn dikwijls geclusterd. Als u en ik een gezamenlijke vriend hebben, dikke kans dat wij dan ook vrienden met elkaar zijn. En, daar komt bij, als u en ik bevriend zijn, dikke kans dat we dan ook in bepaalde opzichten op elkaar lijken. Dat we allebei hoog opgeleid zijn, dat we allebei man zijn, dat we misschien overeenstemmen in politieke voorkeuren, et cetera. Birds of a feather flock together, zeg je dan. En die clusters, die zijn ontzettend gezellig. En daar halen we heel veel welvaart en welzijn en dat is, maakt het leven tot een feest. Maar het zijn ook, clusters zijn ook de natuurlijke vijanden van de verspreiding van nieuw gedrag, van dit soort initiatieven. Want iemand die voor het eerst in een cluster, de eerste uit een cluster, die in aanraking komt met zo'n nieuw initiatief, die is per definitie, wordt die omringd door mensen die nog niet meedoen. En dat is heel risicovol. Ik ken heel weinig mensen die nog meedoen. Ik ben de eerste uit mijn, kennissenkring die overweegt om hier aan te doen. Zal ik het nu wel doen of niet? En dat is vooral lastig bij
drempelbeslissingen. Vandaar dat verkeersbord daar. Beslissingen dus die je neemt, stappen die je zet, vragen waar je met ja op antwoordt, mits er voldoende andere mensen in je sociale omgeving zijn die dat ook doen. En deelnemen aan zo'n initiatief, woensdagavonden gaan besteden aan het deelnemen aan zo'n werkgroep in plaats van het kijken naar de Champions League. Dat zijn beslissingen, dat zijn drempelbeslissingen, want het is risicovol. Het kan maar heel goed mislukken en dan steek je er heel veel tijd in. Misschien steek je er wel geld in en dan is dat allemaal verloren als het op zijn gat gaat. En dan hebben mensen de neiging, heel rationeel, om de kat uit de boom te kijken. En dan denken ze, nou, ik wacht even af, ik draag een warm hart toe, het is een goed doel, maar ik ga eerst eens kijken als het gaat vliegen. Vlak voor het opgestegen is, dan spring ik ook nog aan boord. En daar ga ik wel mee. En u begrijpt al, als iedereen dat doet, dan zitten we op elkaar te wachten en dan komt het nooit van de grond. Wat goed. Nou, dus wat willen we nu doen? Kunnen we sociale netwerken van die gemeenschap in kaart brengen en dan kijken waar die initiatiefnemers zitten? Heeft dat iets van doen met deelname of deelnamebereidheid aan die initiatieven? En kunnen we twee, dat is heel spannend vind ik, op grond daarvan ook aanknopingspunten vinden om te interveneren, om in te grijpen, om misschien die initiatieven te helpen om zich te verspreiden. Nou, als u nog niet gegeten had, een bord spaghetti. Wat zien we hier? Een sociaal netwerk. Heel eenvoudig, het ziet er ingewikkeld uit, maar het is helemaal niet zo. We zien hier bolletjes, dat zijn mensen. En we zien vierkantjes, dat zijn verenigingen waarvan ze lid kunnen zijn. En wat we hier zien, dat zijn die bolletjes hier. Dat zijn de initiatiefnemers. Daar staat frontrunners, dat is gewoon Engels. En dat betekent voorlopers. Dus dat zijn de initiatiefnemers. En het team van initiatiefnemers, daar staat het woordje team bij. Misschien kunt u dat lezen. Dat hebben we dus even als een aparte vereniging aangeduid. En je ziet, die bolletjes, die kunnen aangeven, die bolletjes zijn allemaal respondenten in ons onderzoek, die kunnen aangeven of ze die initiatiefnemers kennen of niet. En ook of ze dan een sterke of een zwakke band met die initiatiefnemers hebben. En ze geven ook nog aan op welke clubs en verenigingen ze allemaal zitten. En dat zijn dan lijntjes tussen bolletjes en vierkantjes. En het laatste is dat die bolletjes ook nog een kleur hebben. Als ze rood zijn, dan heeft iemand gezegd, nee, ik wil niet meedoen, nog vrijwillig, nog financieel, aan dit initiatief. Dus deelnamebereidheid. Als ze grijs zijn, dan willen ze dat misschien. En als ze groen zijn, dan hebben ze ja gezegd. Hier ziet u ook nog allemaal lui. Ja, het is een pointer. Die zijn dus nergens lid van, maar die hebben wel antwoord gegeven op de vraag of ze mee willen doen. Als ze wit zijn, dan hebben ze geen antwoord gegeven. Afijn. Dit bord spaghetti kunnen we vereenvoudigen door te zeggen, weet je, we richten ons nu op de verenigingen. Kijk, daar ziet u dat vierkantje. Wat voor kleur is het? Magenta of zo misschien. Dat is het team van initiatiefnemers. En alle andere vierkantjes zijn ook verenigingen. En er is een lijn tussen twee verenigingen als ze leden met elkaar delen. Hier zijn alle lijntjes even dik. Je zou ze ook dikker kunnen maken als ze meer leden delen. Heb ik hier niet gedaan. En hier kun je dus aan zien van ja, hoe is dit team van initiatiefnemers nou eigenlijk ingebed in die gemeenschap. Nou, dat ziet er in dit geval best wel aardig uit. Zo. We hebben onderzocht de positie van die respondenten in dat netwerk wat je net zag, hun afstanden tot de initiatiefnemers en tot het team van initiatiefnemers, hun indirecte paadjes misschien naar die initiatiefnemers via gedeelde verenigingslidmaatschappen. Verklaart dat nu in ieder geval voor een deel hun deelnamebereidheid? En wat zien we? Dat staat in dat pepertje met Fleur Goedkoop, Andreas Vlaggen en ikzelf. Komt eraan. Kijken we naar deelnamebereidheid. Wat betekent dat? Heel simpel samengevat. Als je mensen van nee over de drempel naar misschien wilt helpen, dan heb je veel zwakke relaties met initiatiefnemers nodig. Of beter gezegd, hoe meer zwakke relaties, zwakke bindingen. Mensen zijn kennissen, hebben geen sterke vriendschapsband met de initiatiefnemers. Maar ze kennen ze wel. Hoe meer van dat soort zwakke relaties ze hebben met de initiatiefnemers, hoe groter de kans dat ze het stapje zetten van nee naar misschien. Eén stap omhoog op het trappetje. Wil je ze nog een stap hoger hebben, van misschien naar ja, dan heb je veel sterke relaties nodig. Dus dan heb je relaties nodig met die initiatiefnemers die mensen kenmerken als ja, met die initiatiefnemer, die met naam en toename in die
in dat onderzoek genoemd staat. Daar heb ik een sterke band mee. En hoe meer van dat soort sterke relaties, hoe grotere kans dat je van misschien naar ja gaat. Dus we zien hier eigenlijk dat je bij die drempelbeslissingen, ik heb het hier opgesplitst in twee subdrempeltjes, van nee naar misschien en van misschien naar ja, daar heb je inderdaad meerdere bevestigingen nodig van mensen om je heen. Het is geen griep. Als één iemand een keer de verkeerde kant op hoest en jij vangt het, heb jij het ook. Nee, je moet blootgesteld worden aan meerdere bronnen, en ook belangrijke bronnen in je leven, van besmetting. We hebben ook gevraagd, dat staat hier niet, maar naar of mensen een informatieavond van het initiatief hebben bijgewoond. Want dat vonden we, dat is gedrag. Hè? Deelnamebereidheid is een intentie. En we zijn toch gedragswetenschappers en geen intentiewetenschappers. Nou, dat zien we eigenlijk hetzelfde. Het bijwonen, daadwerkelijk hebben bijgewoond van zo'n informatieavond, hangt samen met hoeveel zwakke en hoeveel is het aantal sterke relaties dat mensen hebben. En ook daarbij zijn die sterke relaties heel belangrijk. Waarom ga jij naar die avond? Het is een beetje zoals Linda eigenlijk zei. Misschien omdat je wilt besparen, maar eigenlijk zien we vooral dat de mensen gaan die anderen kennen die ook gaan of die het organiseren. Die indirecte relaties, dus als je iemand via kent, via gedeelde verenigingslidmaatschappen, die doen er eigenlijk niet zoveel toe. Dat komt ook omdat we een steekproef uit die gemeenschappen hebben genomen. Dus er zijn heel veel paadjes in dat netwerk die we in ons onderzoek niet zien. Maar we zien wel dat lidmaatschappen als zodanig, er wel degelijk toe doen. Hoe meer mensen lid zijn, of van hoe meer verschillende verenigingen mensen lid zijn, dit zijn de snitches van Dr. Seuss, dat had u al gezien. Hoe meer verschillende lidmaatschappen mensen hebben, hoe groter de kans dat ze ook hier ja tegen zeggen. Dus deelnemen aan zo'n initiatief is kennelijk ook echt iets voor joiners. Mensen die graag ergens bij gaan. Dus we zien dat sociale relaties heel belangrijk zijn. Dus we zien dat de sociale omgeving heel belangrijk zijn. En het mooie is, dit is allemaal effecten die we gevonden hebben bovenop persoonlijke motivatie, bovenop effecten van bijvoorbeeld opleidingsniveau, waarvan we ook weten dat het positief bijdraagt aan je neiging om aan dit soort initiatieven mee te doen en om je duurzaam te gedragen. Dus sociologie en psychologie zijn beide nodig. En we zien hier eigenlijk ook, hebben we ook van Linda gehoord, individuele motivatie is heel belangrijk. En dit suggereert dat die gemotiveerde individuen, dat het heel belangrijk is waar in dat netwerk die mensen eigenlijk zitten. Gaat helemaal goed komen. Hier ziet u weer een bord spaghetti. Biedt dit nu ook, dat is een andere gemeenschap natuurlijk, biedt dit ook aanknopingspunten voor een mogelijke interventie? Nou, we weten uit de sociologische en sociaal-psychologische theorie, gedragsverandering, vooral bij zo'n drempelbeslissing, vraagt om gedragsbevestiging. Je moet mensen om je heen hebben die het ook doen, waardoor jij vertrouwen krijgt in dit gaat ook lukken. Ons onderzoek laat zien dat directe en met name ook sterke relaties met die actievelingen, met die initiatiefnemers, dat die heel belangrijk zijn. En dat ook lidmaatschappen van verschillende verenigingen heel belangrijk zijn. We weten ook dat sociale relaties dikwijls geclusterd zijn rond die verenigingen. Dus mensen die van dezelfde club lid zijn, die hebben een grote kans om elkaar te kennen. En die kennen elkaars vrienden. En dat zijn eigenlijk die clusters. Daar bevinden zich die clusters. Dus wat je mogelijk zou kunnen doen, hier zie je hetzelfde netwerk, maar dan alleen de verenigingen in beeld gebracht, ziet het er meteen heel anders uit. Wat je zou kunnen doen is tegen deze initiatiefnemers zeggen, clubje nummer 15, weer Magenta, dat zijn de initiatiefnemers. Joh, jullie zijn niet zo sterk ingebed in het verenigingsleven van deze gemeenschap. Wat je zou kunnen doen is in dat grote component, dus al die verenigingen die allemaal onderling leden met elkaar delen en die via directe of indirecte paden met elkaar verbonden zijn, daar zouden je kunnen zoeken op grond van onze data naar verenigingen waar heel veel potentieel deelnemers zitten. Mensen die ja hebben gezegd op ik zou wel mee willen doen. En die ook heel centraal zijn in dat grote component. En daar zou je een clubje van mensen moeten vinden. Niet één ambassadeur, maar je zou daar eigenlijk een ambassade op moeten richten. Een clubje mensen dat als departement, als ambassade van jouw initiatief, daar actief wil worden en daar dat initiatief op gang wil helpen. Gaat dat werken? Vast niet precies zoals we denken, maar we zijn het wel aan het uitproberen in een aantal gemeenschappen
En dan gaan we kijken of dat daadwerkelijk die initiatieven op gang kan helpen. Dank jullie wel. En dit zijn nog mensen die ik dan ook nog wil bedanken. Fleur Goedkoop en Andreas Vlagge. Dank jullie wel. Dankjewel Jacob voor het interessante verhaal. En ik kan me voorstellen dat ook hier best wel wat vragen over zijn. Laten we beginnen. Ik zie deze meneer als eerste. Dus mag u als eerste. En daarachter zie ik ook nog vragen. Komen dadelijk toe. Dan heb ik de volgende vraag. Wij zijn in Hoogkerk bezig met vrijwilligers om wat voor elkaar te krijgen. We hebben een duurzaamheidscommissie bij de wijkraad. En dat noemen we de groene bruggenbouwers. Maar en natuurlijk willen we gebruik maken. En daar hebben we ook afgelopen jaren trouwens heel veel onderzoek naar gedaan. Om precies het verhaal wat u zegt, maak gebruik van verenigingen in Hoogkerk en trouwens ook de naburige wijken, heb je heel veel verenigingen nog, maar die rafelen langzamerhand uit elkaar. Mensen willen steeds minder graag vrijwilliger worden. Mensen zien dat als corvée. Mensen denken, nou ja, en eigenlijk juist die sprong wil je maken. En dat is zo lastig, zegt u en eigenlijk. En dat is dus dat verhaal heel erg lastig. U? Ja, precies. Hoe krijg je mensen zover dat ze dat ambassadeurschap aangaan? Maar in ieder geval, daar zijn we nu mee bezig. En er komt een wijkexperiment ook in deze nieuwe collegeperiode. Heb je nog tips? Met een burgerbraad. Ja, ja, heel interessant. Het is natuurlijk het afnemen van die lidmaatschappen. We hebben ook gemeenschappen, bijvoorbeeld de Stadswijk, waar de organisatiegraad gewoon heel laag is. Waar het team wel heel centraal zit in het verenigingsleven, maar waar 70% van de respondenten lokaal nergens lid van is. Ja, dan moet je afvragen van werkt zo'n aanpak eigenlijk wel? Wat we dus wel met verschillende initiatieven bespreken is bijvoorbeeld, ja, verzin verschillende manieren van meedoen. Ik heb makkelijk praten hoor, dat weet ik wel. Maar verzin verschillende manieren van meedoen. We hebben in eerder onderzoek, hadden we op een gegeven moment een soort van blauwdruk. Van je moet mensen dit voorleggen en dan gebeurt er dit, wordt er gedaan in hun huis. En dit doen ze dan collectief en dan moeten ze gewoon tekenen bij het kruisje. En dat werkt eigenlijk niet. Dus je moet verschillende manieren van meedoen zien te verzinnen. Waarin mensen misschien eens een keer vrijwilligerswerk kunnen doen. Of misschien eens een keer kunnen helpen hier en daar. Waardoor je ze langzaam, misschien ook in een groepje, dus met mensen die ze al kennen, incrementeel naar binnen kunt zuigen, als het ware. In plaats van een voorgekookte oplossing geven en dan zeggen, nou, hier kun je aan meedoen en het is take it or leave it. Want mensen blijkt ook uit onderzoek, veel waarde te hechten aan het feit dat ze, als ze aan zo'n initiatief meedoen, dat ze dan ook inspraak hebben, dat procedures transparant zijn, dat ze in ieder geval het gevoel hebben dat ze daar invloed op hebben. Dus het vergt veel creativiteit en ik zie hier een samenwerking ontstaan. Okay. Ik ga door naar de volgende vraag. Feestelijkheden ook, ja. Ja, dank u wel voor uw inbreng. Hopelijk heeft ze wat aan gehad. Daarachter zie ik twee vingers nog. Dus ga ik meteen vangen. Ja, dat is altijd spannend, hè? Hoort vanzelf als hij op je neus belandt. Ja. Ja? Oh, in één keer goed. Vraag. Ik ben vervroegd met pensioen en ik heb veel tijd. En ik toon wel wat een duurzaam gedrag privé. Ik probeer wat mensen subtiel te beïnvloeden. Maar hoe kan ik mijn vrije tijd, waar kan ik me aanmelden? Moet dat via de gemeente? Ik wil wat dingen gaan doen. En dan niet, dat is mooi. Ik ben geen wetenschapper, ik heb niet de wijsheid en pacht, maar gewoon puur van, nou. Mag ik hier even inbreken? Want volgens mij is het een hele leuke vraag. Ook voor, omdat we hier Mauri Mutsas hebben van de gemeente. Ah. En daar gaat ook nogal over participatie. Dus mogen we die even bewaren dat we hierop terugkomen? Ja, ik heb hem al gesteld. Super, die gaan we straks beantwoorden. Hè? Super. Helemaal fijn, dankjewel. Topvraag. Gaan we even nog naar achter. Laatste vraag, korte vraag, want het is bijna pauze. Ja, deze meneer heeft heel veel tijd, maar ik vroeg me af in hoeverre het niet hebben van tijd een beperkte factor is op het meedoen bij zulke initiatieven. Nou, zeker een beperkende factor. Sterker, een van de buurten, een van de dorpen moet ik zeggen, waar we nu bezig zijn, die zaten hier dus niet bij. Ja, dat is, komt uit een vraag van een van de voortrekkers van dat initiatief. En die meneer, het zijn ook vaak meneren, e-mailde mij en die zei, ik kijk hier om me heen en iedereen is man, iedereen is ouder. Waar zijn de mensen onder de 55?
Hè? En toen zei ik, nou ja, dan kom ik een keer langs. maar mensen zoals u zijn eigenlijk, zien we daar heel weinig in. En dat heeft met allerlei zaken te maken. Maar onder andere ook met tijd. En nogmaals, het is makkelijk praten. Ik hoef het niet te organiseren. Maar verschillende manieren van meedoen, waardoor je toch incrementeel en langzaam kunt integreren en dan op een gegeven moment ook sociale relaties opbouwen. Dat is met heel veel vrijwilligerswerk zo. Dat zou ook hier, zou ik die initiatieven dan aanraden. En wat u dan individueel moet doen, dat weet ik niet. Maar u kunt dus om u heen kijken of er al iets is. En het dikwijls zijn het wijkverenigingen of buurtverenigingen die al bestaan. En een deel daarvan gaat dan dus verder in zo'n duurzaamheidsinitiatief. Dus misschien is daar best iets te doen, ook voor iemand met een beperkt tijdsbudget. Nou, dus we kunnen allemaal aan de slag. Hé, hey, en voor vandaag, dank je wel. Nog één keer even applaus voor Jacob. Dank je wel. Wij gaan door naar de pauze. Strakjes ga ik dus Mauri interviewen. Dan is er nog genoeg gelegenheid voor vragen. Die vraag komt terug dadelijk. Ook mensen die live ons volgen kunnen rustig vragen stellen. Ik krijg ze allemaal binnen en dan ga ik ze voor jullie stellen. Dus we gaan een pauze houden tot 9:50. Dan gaan we weer starten. Tot zo. I think everyone should be worried about the climate. And I think it's very bad because it's very cold one day and it's very hot the other day. And the climate is changing really fast and it's not good. Ja, op zich wel natuurlijk. Je graaf je eigen graf. Ja, het is ook gemakzucht. Oh, nodig. Het is gewoon nodig. Als je een beetje alles volgt, het is gewoon keihard nodig. People try, but I don't think it's enough for small people to do stuff. Het is een terugkerend onderwerp. Dus ja, tuurlijk. Het is wel, het leeft wel. En zolang de overheid en de gemeente daar ernstig in falen, moet ik zelf maar wat doen. Zo, dat is nog eens een statement, hè? Ik ga dadelijk in gesprek met Mauri Metsaars. Zij is project- en beleidsmedewerker bij afval en circulariteit bij de gemeente Groningen. En ze houdt zich bezig met hoe de gemeente nou duurzaam gedrag op het gebied van afval kan stimuleren. Mauri, wil je bij mij komen zitten? Welkom. Applausje voor Mauri. Nou, hartstikke fijn dat je hier wil zijn. En we hadden al een aantal vragen ook via, nou, van tevoren al ingezonden gekregen. Dus ik heb een paar vragen waar blijkbaar mensen zich druk over maken of vragen over hebben. En daar kun je vast opheldering over geven. Nou, kom maar op, zou ik zeggen. Ja, mooi zo. De eerste is eigenlijk, en ik weet dat het heel politiek gevoelig is, dus we gaan niet de hele politieke discussie hier herhalen. Mm-hmm. Maar DIFTAR, ik heb zelf even moeten opzoeken, moet ik bekennen. Dat staat voor gedifferentieerde tarieven, waarbij mensen niet meer een container vol hebben, maar betalen per zak, bijvoorbeeld afval. Hè? Ja, klopt. Dat is ja. Niet ingevoerd in de gemeente Groningen. Waarom is dat eigenlijk, als je heel kort zou moeten zeggen, wat is nou de belangrijkste reden om dat wel of niet te doen? En zeker met het oog op die verduurzaming. Ja, nou mag ik nog heel even een stapje teruggaan om DIFTAR uit te leggen als systeem. Het is goed om te weten dat eigenlijk elk huishouden in Nederland afvalstofheffing betaalt. En dat bedrag wordt gebruikt om afvalinzameling mogelijk te maken. Dus daar wordt de inzameling van betaald, de faciliteiten, de containers, al dat soort zaken. En gemeentes zijn in principe vrij om te kiezen wat voor systeem ze daarbij hanteren. Ook goed om te weten trouwens is dat al die afvalstoffenheffing ten goede komt aan afvalinzameling. Dus daar verdient niemand op. Ja, dat is ook zo'n hardnekkig misverstand. Maar gemeentes mogen zelf kiezen hoe ze die afvalstoffenheffing vorm gaan geven. En vaak zag je bij traditionele vorm van afvalstoffenheffing was dat met mensen per huishouden bijvoorbeeld betalen. Hè, dan gebaseerd op 1 of 2 of meerdere personen huishoudens wordt er een bedrag vastgesteld. En bij DIFTAR ga je dus niet meer naar zo'n vast bedrag kijken, maar dan ga je kijken naar inderdaad hoe vaak bieden mensen afval aan of hoeveel kilo bieden ze aan. Hè, er zijn heel veel verschillende systemen voor te bedenken.
En wat je daarbij ziet is dat mensen, omdat ze gewoon direct een consequentie ervaren van de hoeveelheid afval die ze aanbieden, het zij positief, het zij negatief, worden ze eigenlijk gestimuleerd om daarnaar te kijken. Het raakt mensen in hun portemonnee. Mm-hmm. En mensen hebben zelf de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op die hoogte van die afvalstoffenheffing. Mm-hmm. En geld is voor heel veel mensen wel natuurlijk een belangrijk thema. Mm-hmm. Dus als mensen daarop kunnen besparen, dan zijn mensen toch snel gemotiveerd, ook als ze misschien niet direct heel veel duurzame intenties hebben, om toch hun afval beter te scheiden. Dus eigenlijk een financiële impuls om duurzaamheid te bevorderen. Ja. Tegelijkertijd denk ik meteen, stel dat je wel toch echt het afval hebt en toch niet zo duurzaam bent ingesteld, dan denk je, dan zet ik hem lekker ernaast. Zet het in een algemene container die allemaal overvol raken. Ja. Is dat niet het gevaar van zo'n systeem? Ja, klopt. Nee, daarom zei ik ook net bewust, mensen die minder afval aanbieden, dat betekent niet direct dat ze ook minder afval produceren of hun afval beter scheiden. Want mensen inderdaad kunnen ook gewoon zeggen van, we dumpen het gewoon naast de container, we dumpen het in de bosjes. Dat zie je ook wel gebeuren in gemeentes waar DIFTAR net wordt ingevoerd, bijvoorbeeld. Maar wat je wel ziet is dat naarmate DIFTAR als systeem daar langer bestaat, dat er toch een afname is in het aantal dumping, omdat mensen op den duur wel gewend raken aan het systeem. Mm-hmm. En ook zien dat het goed, dat zij er zelf ook invloed op kunnen uitoefenen. Mm-hmm. Maar een van de belangrijke redenen waarom DIFTAR in gemeente Groningen geen voeten in de aarde heeft kunnen krijgen, is dat we ook in de gemeente heel veel te maken hebben met stedelijk gebied, dus veel hoogbouw, appartementen, complexen. Mensen hebben weinig ruimte en dat nodigt over het algemeen ook minder uit tot afvalscheiding. Mm-hmm. En dat was wel een van de veel gehoorde klachten eigenlijk of tegenargumenten van inwoners zelf. Dus het is misschien, het hangt van de context af, misschien hoe kansrijk zo'n project is. Ja, heel erg. Okay. Ja, klopt. Super. Dan nog een ander iets, wat iemand noemde, en het werd nudging genoemd. En ik ken het als bromvliegeffect. Jullie kennen het misschien ook wel. Hè? Op Schiphol was op een gegeven moment een toilet, dus ze dachten veel te veel mannen die naast de pot plissen. Zo was het letterlijk. Ze dachten, als we nou een klein bromvliegje in die pot plaatsen, toen bleek al die mannen daarop te richten. En dan waren die schoonmaakkosten in één keer veel lager. Dus het gaat erom, een nudging is met kleine aansporingen die je niet eens echt heel erg opvallen of zo, of heel erg gedwongen voelt, dat mensen gewoon een beetje een stapje in de goede richting krijgen om het duurzame gedrag uit te voeren. Doen jullie aan nudging binnen de gemeente Groningen? Ja, in principe zijn we daar wel mee bezig. Ja, het belangrijkste punt van nudging is natuurlijk ook dat je geen echte consequentie aan bepaald gedrag verbindt. Dat je niet zoals op de traditionele manier gedrag gaat beïnvloeden door te belonen of door te straffen. En dat is wat je met DIFTAR wel bijvoorbeeld hebt. Nee, maar wat we bijvoorbeeld doen is dat we op sommige gebieden zichtbaar reinigen in de gemeente. Laat me dat verder uitleggen. Want vaak is de tendens om afval op te ruimen. We hebben veegwagens, hele ploegen die de straten altijd afvalvrij maken en weer netjes en schoon en zo. Vaak gebeurt dat heel vroeg of laat op de avond, op het moment dat er weinig mensen zijn, zodat je de volgende dag weer begint met een schone straat eigenlijk. Is dat we dat nu ook gewoon op momenten doen dat mensen wel aanwezig zijn. En omdat mensen zien dat er wordt schoongemaakt, wordt het ook een stuk minder anoniem voor mensen. Het is minder, mensen hebben soms misschien een beetje de assumptie van ik gooi wat weg en het wordt opgeruimd. Maar nu zie je ook daadwerkelijk dat mensen het aan het opruimen zijn. En dus dat opruimen, zien opruimen, leidt tot opruimen. Precies, eigenlijk. Ja. Klopt. Dus dat is een van de dingen die we inzetten. Daarnaast zijn we nu ook bezig met een visie voor prullenbakken. Mm-hmm. Het was vroeger met prullenbakken eigenlijk vrij pragmatisch. Je zet gewoon wat prullenbakken op een route. Je zorgt dat ze af en toe geleegd worden. En dat is het. Maar uit onderzoek, ook vanuit de psychologische hoek, blijkt ook echt dat bepaalde typen, bepaalde kleurstellingen in prullenbakken ook gewoon het aantrekkelijk maken voor gebruikers om zo'n prullenbak te gebruiken. Dus we zijn nu ook met de hulp van gedragswetenschappers bezig om eigenlijk de prullenbakkenstructuur in de binnenstad te verbeteren. Wat leuk, dus achter zo'n simpele prullenbak zit een hele gedachtegang. Ja, behoorlijk, ja. Ja, leuk, interessant. Hey, en nog één vraag, iets anders wat misschien een beetje aansluit bij de vorige presentaties ook. Had over van, hoe krijg je mensen nou eigenlijk zover? Hè? Er zit een verantwoordelijkheid bij de gemeente, die doen dingen. Zeker, ja. Maar je wilt ook de individuen meekrijgen. Ja.
Dus wat doen jullie daaraan om die participatie te bevorderen? Ja, nou, participatie is een heel belangrijk thema als het gaat binnen het afvalbeleid van de gemeente Groningen. Want we kunnen het gewoon niet alleen en we zouden dat ook niet alleen moeten willen. Hè. We zijn gewoon één gemeenschap en we moeten samen ook staan voor de problemen die we tegenkomen. En wij werken bijvoorbeeld heel veel samen met wijk- en buurtverenigingen waar heel veel enthousiaste mensen betrokken zijn. En we hebben bij de gemeente ook een apart platform, Groningen Schoon Dankzij Mij heet dat, misschien jullie wel bekend. En dat wordt eigenlijk gedragen door vier milieustewards. En dat zijn mensen die educatie geven op scholen, dat zijn mensen die opruimacties organiseren, maar dat zijn ook mensen die de zogenaamde stille krachten faciliteren. Mag ik even vragen, ja, wie kent het? Nou, nog best even veel inderdaad. Oké, interessant. Weten we in ieder geval wat voor publiek we hier hebben. Hè? Weet niet of voor de rest van Groningen, maar leuk om te weten. Goed om te zien, zoveel vingers. Ga verder, ja, want je bent vertellen wat ze allemaal Ik doen. Was bezig met de stille krachten. Want, ja. Mensen kunnen zichzelf ook inschrijven bij via de gemeentelijke website. En dan ontvangen ze een gijper en afvalzakken, zodat ze zelf ook zwerfafval kunnen gaan rapen. En die mensen, hè, omdat ze vaak gewoon heel erg onder de radar zijn, noemen we zogenaamd stille krachten. Mm-hmm. En nou, dat is wel interessant, want wat je zag is dat we... Nou, er kwamen steeds meer stille krachten. Het werd een soort sneeuwbaleffect. Mensen die kennen iemand die ook zo'n gijpertje heeft. Of mensen zien iemand met zo'n gijpertje lopen. Die denken, hé, dat wil ik ook. Dus die kloppen aan bij de gemeente. Maar toen kwam corona. Mm-hmm. En mensen die... We kregen lockdowns en zo natuurlijk. Al die ellende. En mensen wilden iets te doen hebben. En mensen begonnen massaal gijpers bij ons aan te vragen. Dat vind ik ook wel grappig. Wow. We begonnen... Is corona toch maar ergens goed voor geweest, ja, mensen? We begonnen pre-corona met ongeveer 1000 stille krachten. Wat op zich echt al een behoorlijk aantal is. En we zitten inmiddels op 3000. Zo. Dus dat is echt gigantisch gestegen in We omvang. Hopen dat iedereen nu het leven weer is begonnen. Dat, ja, ze, dat ze blijven met dat grijpertje. Ja, maar goed, dat zien we wel. Want we hebben ook jaarlijkse opruimacties en zo die worden georganiseerd. En ook daar blijft de animo voor toenemen. Mooi. Het is echt een sneeuwbaleffect wat je daarin ziet. Want mensen die... je kan als gemeente, dat weet ik uit eigen ervaring, wel mensen vertellen wat ze wel en niet moeten doen. Ja. Maar mensen die hebben geen zin om daarnaar te luisteren. Geef ze groot gelijk overigens. Maar mensen die raken steeds meer of veel meer gemotiveerd als ze hun buurman zien lopen met zo'n grijpertje. Ja. Of weet je, gewoon iemand die ze kennen. Of iemand die ze toevallig in hun straat voorbij zien lopen. Dus ook daar weer zien we het effect van zien gebeuren en aan mee willen doen. Klopt. En vooral mensen die je kent. Ja. Mensen die gewoon deel uitmaken van je eigen omgeving. Zoals Jaak net ook al... We hebben het weer over sociale netwerken. Precies. Mooi. En daarom doen we ook veel met buurt- en wijkverenigingen samen. Ja. Een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld Duurzaam Oosterpark. Dat is een wijkvereniging die zich heel erg richt op duurzaamheid in hun eigen omgeving. En je ziet ook, en dat was ook wat Linda heel erg aangaf, dat de sociale cohesie in zo'n wijk enorm sterk is, maar ook toeneemt naarmate meer mensen zich aan zo'n initiatief gaan verbinden. Dus en dat twee kanten. Dat het op den duur meer wordt dan alleen maar afval oprapen, maar dat er ook pannetjes soep worden langsgebracht bij mensen die ziek zijn. Of dat er gezamenlijk ook initiatieven ontstaan. En op die manier krijg je een soort win-win situatie. Want als gemeente ben je er natuurlijk bij gebaat om heel veel mensen mee te krijgen in je verhaal. Ja. Maar tegelijkertijd is het voor mensen zelf ook gewoon fijn om verbinding te vinden en om ook het gevoel te hebben dat je je nuttig kan inzetten voor je eigen omgeving. Dus het gaat veel verder dan alleen het opruimen. Zeker. Het is een hele sociale cohesie eigenlijk. Ja, klopt. Dan nog één ding, nog één tipje van de sluier. We hebben nog heel kort ervoor. Maar wat ik me altijd afvraag en wat voor ook al in de vragen terugkwam, en dat is vast een misvatting weer. Hoe zit het nou, de ene wijk die scheidt helemaal niks, de andere doet plastic, glas, papier, alles apart. Hoe kan dat nou? Hoe werkt dat? Ja. Gaat het allemaal op één hoop uiteindelijk of niet? Ja. Nou, dat is een hele goede inderdaad. Daar lopen we heel vaak tegenaan. Dus ook als gemeente zullen we echt wel moeten inzetten op gewoon betere communicatie daarover. En een van de filmpjes werd ook al genoemd van alles wordt in de ondergrondse gegooid. Ja. En dan kon je ook plastic noemen. En dat is misschien de meest hardnekkige. Dus daar wil ik wel even op ingaan. Mm-hmm. Bij de gemeente Groningen wordt plastic niet gescheiden door mensen zelf, waardoor mensen heel vaak onterecht denken dat er niks mee gebeurt. Maar we waren eigenlijk een van de eerste gemeentes in Nederland die deden aan nascheiding. Dus dat houdt in dat mensen hun afval gewoon bij elkaar kunnen inzamelen met plastic, drankenkartons, metalen, zoals in andere gemeenten soms gescheiden worden. Maar dat wordt achteraf, na inzameling, wordt dat in een speciale nascheidingsinstallatie, wordt het uit het afval gehaald. En we hebben daarvoor gekozen, omdat dat zeker in een stedelijke omgeving efficiënter en effectiever is. Want is het zo,
andere mensen eigenlijk gewoon niet zo goed zijn in scheiden? Nou, dat, en dan... niet per se. Je ziet wel dat, hè, want er zijn heel veel gemeentes die wel ook plastic en dergelijke door mensen, door bewoners zelf laten scheiden. En dat kan ook heel goed uitpakken. Maar hè, ik noemde net ook al, hè, in relatie tot Diftar, dat veel mensen toch in stedelijke omgeving klein behuisd zijn en zo. En dan zit je toch met een ruimteprobleem. Ja, precies, dus dan is alles op een hoop gewoon handiger. Ja, dus, maar goed, ook nog heel even over de wijken, hè, want we hebben de verschillende... Nou, heel even, want we moeten bijna heel, de andere wijken vragen. Nee, maar dat is inderdaad wel goed om te weten. Maar we hebben in Groningen, dus in het centrum heb je veel hoogbouw en zo. En daar werken we voornamelijk met ondergrondse containers. Daar kan alles in. Plastic wordt achteraf gescheiden. GFT wordt ook achteraf gescheiden. Werd vroeger ook vooraf gedaan. Was vaak van hele slechte kwaliteit, waardoor alle ladingen toch werden afgekeurd. Zonde van je energie, tijd. Hè, dus vandaar dat het ook achteraf eruit wordt gehaald. In wijken waar veel laagbouw is, dus vaak meer de woonwijken en nu ook de dorpen die bij de gemeente horen, daar wordt gebruik gemaakt van ook aparte containers voor GFT bijvoorbeeld. Ja. En voor papier vaak ook. Die hebben vaak ook een aparte container. Dus daar zijn gewoon wat meer mogelijkheden ook om aan huis te scheiden. Dus kijk, dat misverstand is hierbij bij ons in ieder geval uit de weg geholpen. Dankjewel. Ik wil graag Jacob uitnodigen en Linda uitnodigen om hierbij aan te sluiten. Dan gaan we met z'n allen hier zitten en kijken welke vragen er nog uit het publiek en uit de chat komen. Nou, hartstikke goed. Allereerst nog even een applaus voor... Nou. Een hele hoop opheldering in zo'n kleine 10 minuten. Dat is toch knap gedaan. Dank jullie wel. We gaan eens even kijken. Ik heb een vraag op de chat al. Zal ik daar eens mee beginnen? Dan mogen jullie nog even nadenken over de vragen. Eens kijken of die tablet aangaat. Ja hoor, ik heb hem. En ik heb een vraag voor Linda. Jan die vraagt namelijk, is Nederland Doet niet een prima tool voor duurzaam gedrag? Nederland Doet? Ja, of zeg ik het verkeerd? NL Doet? NL Doet? Oh, ik heb er zelf Nederland van gemaakt. Oh. Daar ging ik vanuit. Maar NL Doet? Maar waarom? Dat weet ik niet. Dat staat er niet bij. En ik kan Jan ook niet vragen. Dus dat is jammer. Dus ik hoop dat deze vraag meteen herkenning zal oproepen bij jou. Nee, ik weet helemaal niet precies wat de bedoeling is. Oh, kijk. We gebruiken het publiek gewoon. De vrijwilligersdag. Een vrijwilligersdag? Waarom zou dat... Voor sommige typen duurzaam gedrag misschien, maar voor anderen denk ik niet. Als je bijvoorbeeld wil dat mensen vaker met de trein gaan in plaats van vliegen, dat zul je ook iets aan de structuur moeten veranderen. Vliegen duurder maken, trein goedkoper, verbindingen beter maken, sneller maken. Ja. En want nu moet je nog wel steeds heel veel opgeven als je duurzaam wil zijn. Dus het hangt er een beetje van af van wat voor soort gedrag waar we het eigenlijk over hebben. Ja. Zoals zoiets misschien prima zou zijn voor afval of hè, dat soort dingen. Ja. Heb ik zelf eigenlijk nog wel een vraag, want het brandt op mijn lippen. Dus ik ga toch even stiekem voorrang nemen, omdat het nou kan. Ik dacht, kijk, we hadden het over die verschillende soorten belangen of ideeën die mensen hebben. En nou dacht ik, goh, iedereen heeft natuurlijk van alles wel een beetje, in minder of meerdere mate. En ik betrap mezelf wel eens op dat ik denk, ja... Maar ik eet al vegetarisch. Nou, dan mag ik wel van mezelf dan even daar wat compenseren. Dus eigenlijk sta ik mezelf toe, omdat ik op dat gebied... Nou, ik ga ook nog zonnepanelen nemen. Nou, kijk nou, dan mag ik best dat reisje doen. Zie je dat soort compensatiegedrag eigenlijk ook? Niet zo heel veel, want er zijn een aantal... Als je Nee, maar als je gewoon naar het wetenschappelijk onderzoek hiernaar kijkt... Want dat soort onderzoek krijgt altijd heel veel publiciteit. Moral licensing noemen ze dat. Dus je hebt een morele balans. Als je iets goed hebt gedaan, mag je daarna iets slechts doen. En dan blijf je een beetje in balans. Maar we vinden veel meer evidentie. Dus bewijs voor het feit dat als je het ene duurzaam doet... dat je ook op andere fronten duurzaam zult zijn. Omdat je, onder andere omdat je jezelf meer als een duurzaam persoon gaat zien. En je wilt consistent zijn. Ja. Dus een van de... hetzelfde wordt wel gezegd. Of als ik duurzaam handel, dan mag ik tegen beleid zijn. Of als ik beleid steun, dan hoef ik er niet meer duurzaam te gedragen. Nou, een van onze promovendi, die promoveert volgende week daarop, die laat zien dat er daar absoluut geen bewijs voor is. Het is juist dat er meestal een positieve samenhang is. Ja. En dat komt omdat mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, gemotiveerd zijn om op allerlei fronten te doen.
Dus ben ik een beetje de uitzondering, denk ik. Ja. Ja, helemaal goed. Super, jullie hebben ondertussen kunnen nadenken over vragen. Er zijn er vast een heleboel, want net hadden we al levendige discussies. Laten we terugkomen eerst op de vraag die daar werd gesteld. En dan kom ik bij jou terug. Nou moet ik mee. Heel wat erg. Mijn korte termijn geheugen. Ja. Kun je me nog één keer vertellen wat de vraag was? Ik weet het alweer. Ja, waar kan ik me aanmelden, toch? Maar zeg het maar even zelf, voordat ik het verkeerd zeg. Oh! Dit is heel gevaarlijk. Hij gooit... is wel lekker zacht. Gelukkig is hij zacht, ja. Anders dacht je nou in het ziekenhuis. Vertel. Nou, ik heb veel tijd. Dat was het, juist. En die besteed ik uiteraard aan verduurzaming, privé. Waar kan ik met mijn vrije tijd naartoe en waar kan ik mijzelf aanbieden? Ik heb natuurlijk wel voorkeur, ik wil wel graag buiten wat doen. En dan denk ik even aan de gemeente. Ik zit zelf in de gemeente De Wolden. U wel bekend, denk ik. En is het heel simpel even de gemeente aanschrijven? Ik had het hier met deze dames ook over even blaadjes checken, dat doe ik wel. Maar ja... Waar kan hij terecht? Gewoon heel simpel, waar kan ik terecht? Ja, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Hè? Want ik heb het al gehad over wijk- en buurtverenigingen. Dat zou een optie kunnen zijn. Bij de gemeente heb je ook... Hè, als gemeente zijn we bezig met heel veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Ik hou me primair bezig met afval. Maar er zijn ook nog heel veel andere initiatieven. Ook met name op groen en op voedsel en participatie daaromheen. Hoe vind je die? Zijn die online? Ik weet dat er nu net... recent een nieuwe website is gelanceerd vanuit de gemeente Groningen, duurzaamgroningen.nl. En daar komen heel veel initiatieven en verhalen en achtergrondinformatie over duurzaamheid in de gemeente Groningen op naar voren. En daar zal ongetwijfeld ook een e-mailadres of contactformulier op staan. Dus ik zou u aanraden om daar even op die website te kijken. Want dan bent u wel meteen op de goede plek binnen de gemeente Groningen. Ja, maar ik moet naar gemeente Wolde. Ja, oké. Okay. Dan moet hij bij... Volgens mij is er... komt nog een tip. Ja. Er komt nog een tip vanuit Jacob. Nou, de gemeente De Wolde, daar zit een aantal van die initiatieven. Kijk. Dus daar kunnen we zo wel even praten. Want er is een aantal dorpen waar een initiatief loopt. Dus... Precies. Nou, kijk aan. We zo even je kunt meteen aan de slag. Ja, ja. Ik zoek er wel uit. Hartstikke goed. Nou, weer iemand op zijn plek. Dankjewel. Andere vraag. Ja, daar komt de microfoon komt eraan. Ja. Hij wordt niet meer gegooid. Ik vond het heel interessant om te horen allereerst dat wat Linda zei, dat als je werkgever heel veel duurzame initiatieven toont, dat mensen dat over gaan nemen. Want ik werk bij een vastgoedafdeling van een instelling. En wij hebben bijvoorbeeld inmiddels heel veel zonnepanelen. Maar ja, die liggen hoog op de daken, dus niemand weet dat eigenlijk. Dus ik denk van, nou, daar zouden we dus ook meer over moeten communiceren. Maar mijn vraag is eigenlijk een hele andere. Want het valt mij op dat als het over duurzaam gedrag gaat, dat het vaak gaat over hele grote onderwerpen als vliegreizen of elektrische auto's. Maar volgens mij zijn het toch ook heel veel kleine dingen die je kunt doen. En dan niet eens alleen vegetarisch eten, maar ook bijvoorbeeld zorgen dat je je kleren recycelt of dat je niet zo snel dingen weggooit. Ja. Bijvoorbeeld. En ik vind het jammer dat daar niet meer aandacht voor is. Ja, daar is ook wel die had ik er niet bij gezet. Ik had alleen recyclen bijgezet. Maar daar wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Circulair gedrag noemen ze dat. Mm-hmm. Dus dingen niet weggooien, maar repareren. Of gewoon minder spullen kopen. Dat minder spullen kopen is ook iets wat heel veel impact kan hebben. Dus het zijn eigenlijk helemaal niet kleine dingen. Want daarmee kun je wel een hele hoge impact realiseren. Dus dat is inderdaad ook heel belangrijk. En daar wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Ja. Mooi, dankjewel voor je input. Andere vragen? Wie durft nog de microfoon naar zich toe gegooid te krijgen? Was het? Ja, daar is hem. Oh, kijk, komt u daarna? Ja? Ja. Je hoort vaak, in China openen ze een extra kolencentrale. Waarom zou ik hier in Nederland... een extra rondje met de fiets doen in plaats van de auto. Wat is jullie antwoord daarop?
Die vraag kreeg ik van Thierry Baudet toen wij bij de Tweede Kamercommissie iets wat moesten vertellen over het IPCC-rapport. Nou, per inwoner heeft de Chinees nog steeds een veel lager impact op het milieu dan dat wij dat hebben. Dus dat is al een heel belangrijk uitgangspunt. Er zijn gewoon heel veel Chinezen en dan, daarom heeft China in zijn geheel een hoge impact. Maar per persoon is dat nog steeds veel lager dan wat wij hebben. En meer in het algemeen, een van de belangrijke conclusies uit die IPCC-rapporten is dat de gedragsverandering cruciaal is om de klimaatdoelen te halen. Als we dat niet willen, dan moeten we massaal CO2 opslaan in de ondergrond. Nou, dan willen, of andere geoengineering noemen ze dat, om wolken creëren zodat de zon stralen minder naar binnen gaan. Nou, dat willen heel veel mensen ook niet. En daar zitten heel veel ethische aspecten ook aan. Dus gedragsverandering is cruciaal. En de meeste gedragsverandering zal moeten gebeuren door... Of als je het op een eerlijke manier wil doen, zal de meeste gedragsverandering moeten plaatsvinden in de rijke landen, omdat die een veel hogere milieubelasting hebben. Want hoe doen wij het eigenlijk ten opzichte van andere Europese landen? Dat was ook een van de vragen die binnen was gekomen. Op sommige vlakken beter. Bijvoorbeeld bij fietsen heel veel. Mm-hmm. Ja. Maar op andere vlakken doen we het veel minder goed. Dus zoals? We hebben biologische producten zijn bijvoorbeeld weer andere landen veel beter in. De laatste keer dat ik het heb gezien, zo'n staatje, deed Nederland het niet heel erg goed. Ja, dus we moeten echt wat harder ons best doen. Ja. 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 Maar er was laatst ook... Dit is een beetje buiten mijn comfortzone, want die literatuur hou ik niet helemaal bij. Maar ik weet van een collega van het planbureau dat er een aantal landen wel bezig zijn om hun doelstellingen te halen. Ja. En die laten zien dat emissiesreductie mogelijk is. En daar hoorde Nederland wel weer bij. Oké. Okay. Ja. Maar dat is wel wat positief nieuws. Ja, we gaan wel... Ja. Ja. En er zijn wel veel dingen aan de gang. Dus, want het is pas geleden een kamerbrief van Jetten, de minister die over klimaat gaat, naar de Kamer gestuurd. En daar worden wel allemaal plannen uiteengezet wat ze op energiegebied willen doen en energietransitie. Ja. Ze hebben ook een expertteam opgericht, waar ik ook onderdeel van ben, die hem gaat adviseren over hoe een toekomstig energiesysteem eruit komt te zien. Dus er worden wel heel serieus nagedacht om een strategie uit te zetten. Wat ook heel belangrijk is. Dat is goed om te horen. Ja. Ik ga door naar de volgende vraag, want daar was nog een vraag. Nog twee vragen zie ik. Klopt dat? U had ook nog een vraag, toch? Rode haren. Kijk, dat zie ik nou goed vanuit hier. Ja, dit is spannend, hè? Komt-ie. Mensen in de omgeving ook opletten, hè? Er komt de microfoon aangevlogen. In stapjes. Het gaat heel subtiel hier. We zorgen voor elkaar, hè? Juist. U heeft hem. Ja, ik was wel benieuwd, want in een van de vorige vragen kwam het ook al een beetje naar voren. Maar in heel veel van dat soort buurtverenigingen en gemeenteraden enzovoort zijn inderdaad oudere witte mannen heel goed vertegenwoordigd, maar andere groepen niet. Hoe wordt eraan gewerkt om dat, dit soort initiatieven inclusiever te maken? Om meer mensen mee te krijgen die bijvoorbeeld door zorgtaken of door... Nou ja, dat ze zichzelf niet terugvinden in de media over dit soort onderwerpen. Om ervoor te zorgen dat die ook mee kunnen doen met dit soort initiatieven. Zullen de witte man het woord geven? Ja, ik heb natuurlijk het antwoord hier niet 1, 2, 3 op. Want als dat er was, dan was het probleem er ook niet. Ik denk wel dat als je ziet hoe sociale invloed werkt en als je ziet dat... we ons omringen met mensen die op ons lijken op allerlei gebieden. En dat we onze beslissingen ook afhankelijk maken van of mensen om ons heen dat gedrag ook vertonen. Dat er een beginnetje nodig is, dat je dus voorbeelden nodig hebt. Dat je mensen ziet zoals jij die dat ook doen. Waardoor je zelf wellicht ook het zelfvertrouwen hebt. Van ik kan ook een bijdrage leveren en die bijdrage kan ook effectief zijn. Waardoor je misschien ook bij andere mensen kunt aansluiten. En voor initiatieven is het denk ik ook belangrijk, er werd net ook al genoemd, om eigenlijk een verscheidenheid aan mogelijke gedragingen en activiteiten aan te bieden. We hebben ook wel samengewerkt met een groep in Amsterdam, waar dus eigenlijk ook op energiegebied dingen werden aangeboden als een cursus je gordijnen isolerend maken. Dus daar iets achter naaien, waardoor die gordijnen... En dat is voor mensen met een smalle portemonnee, weinig tijd, andere personen, is dat gewoon een heel effectieve
manier om mee te doen. Was een heel populair initiatief. En, dus eigenlijk heel goed aansluiten bij verschillende soorten groepen mensen en kijken hoe kunnen we hen stimuleren, wat hebben ze nodig? Klopt dat? Ja, wat hebben ze zelf nodig? Wat kunnen ze zelf? Ja. Waar voelen ze? Dus hebben ze ook het zelfvertrouwen? Hè? Want je moet niet vergeten, die initiatieven, als je die volgt. Ik heb ontzettend veel respect voor die mensen. Ze steken er heel veel tijd in. Ze steken hun nek uit. Ze zijn actief in een heel complexe omgeving. Dan moet je toch ook wel aardig stevig in je schoenen staan. En ik zou dat zelf niet 1, 2, 3 beginnen. Daar zou ik ook echt sociale bevestiging nodig hebben van mensen om mij. En daar zou ik misschien nog niet aan beginnen. En dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Dus klein beginnen en grote verscheidenheid, als het mogelijk is, aan manieren van meedoen aan mensen aanbieden. Waardoor mensen zien, hey, mensen zoals ik, om het nou maar even zo te zeggen, die zijn ook actief. Die mensen zijn jonger, die mensen zijn misschien een andere culturele achtergrond. Die mensen zijn, wonen misschien in een huurhuis. Hey, die doen dat ook. Dus geen one size fits all, maar aanpassen, creatief zijn, verschillende manieren aanbieden.